dat was goed. Welkom op aarde, want zo heet het hier. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op zorgboerderij op aarde in Brielle voor NL Doet. Deze multifunctionele boerderij is een boerenbedrijf gecombineerd met zorg en zingeving en wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen. Sinds 2012 is hier zorgboerderij op aarde. Hier kunnen thuiswonende ouderen met beginnende dementie terecht voor dagbesteding. De dagbesteding ontlast de mantelzorgers en zorgt dat de deelnemers langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De ouderen werken mee in en om de boerderij. Ze verzorgen de dieren, doen klusjes in de werkplaats, houden de moestuin bij en helpen met koken. En vandaag helpt het koninklijk paar letterlijk een handje mee. De vrijwilligers zijn goed geïnformeerd. Ze weten zelfs dat het hondje, het nieuwe hondje van koningin Maxima, Mambo heet. Net zijn haar echt geknipt. Dus hij is niet zo groot meer. Oh, ja. Geworden. Oh, heel lief. Oh. Hij maakt het heel makkelijk, want het is klein. Dus hij moet overal meenemen. Oh ja. En die wordt ook overal meegenomen. En gaat dat goed met de andere hond? Nee. Oh. Kleine hond, hè? Die probeert de baas te zijn. Ja. Terwijl Maxima de tuinmeubelen schuurt, helpt koning Willem-Alexander met het snoeien van de perenbomen. Nou, het was leuk om weer aan mee te kunnen doen en al doet. Je ziet hoe belangrijk toch weer met zo'n 5500 projecten die dit jaar zich aangemeld hebben voor vrijwilligerswerk voor en al doet. Helaas door corona waren sommigen niet zeker of het wel of niet kon, dus het is iets minder dan normaal, maar toch heel belangrijk. Nederland kan niet zonder vrijwilligers. Nederland valt stil zonder vrijwilligers. Je zag het ook weer afgelopen donderdag toen we op bezoek waren. De hartstikke hoeveel vrijwilligers betekenen voor de opvang van de trainers. Je merkt ook het aanbod van vrijwilligers, het aanbod van mensen op te vangen. Het leeft bij Nederlanders, het vrijwilligerswerk. En NL Doet natuurlijk één dag per jaar waar echt de aandacht op de vrijwilliger ligt. Heel belangrijk en een hele mooie kans gehad. Deze hele mooie zorgboerderij op aarde. Interessante mensen te ontmoeten die elke dag in dag uit vrijwilligers en professionals met dementerende ouderen bezig zijn. En die gesprekken daarover te voeren terwijl je aan het snoeien bent, terwijl je aan het schoonmaken bent. Dat is toch een deel van het leuke van NL Doet. Sorry! Gaat goed? Ja, de Maxima helpt met het uitmesten van de dierenverblijven. Best wel behoorlijk zware klus. Nou ja, het was best heftig. Ja. Oh, toen was waar. Maar echt, meestal vrouwen die dat deden, niet slecht. Maar het was ontzettend leuk. En het was ook grappig. We hebben echt onze hart en ziel in gedaan. Absoluut. Dat hebben we echt voor de hobby. Voor de hobby, maar geen melk. Nee. Dat is een aantal jaar geleden hebben we nog wel een paar keer lammetjes gehad, maar daar hebben we zo'n probleem mee gehad. Ja, waarom? Veel geboorteproblemen. Want 's ochtends als de mensen hier komen door de week, dan drinken we eerst koffie.
dan nemen we de dag door. En, voordat we, en dan gaan we kijken wat er dan te doen is. En voordat we met de activiteiten starten, dan gaan we met z'n allen naar de geiten en de schapen. Dan krijgen we een stukje oud brood. En dan zetten we het hek open en rennen ze erbij in. Ja. En dat is het evenement van de dag. En dan staan de geitjes al helemaal met de pootjes tegen het hek aan. Te wachten op de brood. Het is een workout. Het is absoluut een workout. Ja, wij gaan ook nooit naar de sportschool. Dan denk nee, je maar dat het is gewoon een beetje daar. Ja. Als je dieper gaat, dat gaat het wel. Nee. Wat ik altijd ongelooflijk leuk vond, is dat deze echtpaar die hebben gewoon hier een hele boerderij overgenomen. En echt niet alleen maar als echt een plek om te wonen, maar echt. Ze geven echt aan andere mensen het mogelijk maken om de mentale aarde een rustige plek te geven waar ze echt kunnen brengen. Ik vind dat twee mensen die gewoon niks halen met zorg. Hoe komt dit echt een van Delft, die van mijn wagen kan. En toch, ze presteren om zoiets voor elkaar neer te zetten die echt heel veel betekent voor heel veel mensen. En dat vind ik echt zo mooi. Gaat deze kant op? Ja. Het leuke van het doen van vrijwilligerswerk is dat je gewoon vaak allebei meerdere mensen met elkaar doen die dat niet dagelijks doen. Vaak gelukkig wel onder leiding van iemand die weet waar het wel wat moet gebeuren. Anders was er heel weinig over. We zijn een beetje bang dat er misschien geen appels meer komen. Maar dat je gewoon daar samen over de dingen die je dagelijks bezighoudt, dat je om hetzelfde bezig bent, dat niveleert. Dat maakt met elkaar praten heel makkelijk en gezellig en leuk. En dat is ook wat NL doet, is dat je gewoon met elkaar dingen doet die je niet elke dag doet. En gewoon over dingen praat waar je ook niet elke dag over praat. En dat is ook mooi om het samen te doen. Nog even samen op de foto en dan is deze editie van NL Doet als geslaagd verklaard. Tot ziens. Dank u wel.